Na Volkswagen is nu ook Renault aan de beurt. Matthijs Bouwman en Werner Budding over het failliet van de auto-industrie. René Mioch is net terug uit L.A. waar de Oscar-nominaties bekend zijn gemaakt. Roos zocht 56 jaar naar haar moeder Johanna de Haas, alias Zwarte Jopie, tot deze week. Zij en Jaap Jongbloed hebben nieuws. En Babette Kremer met het verhaal achter de karelappel die jarenlang bij haar in huis hing. Welkom bij Jinek. Goedenavond en hartelijk welkom. Welkom ook aan jullie hier aan tafel. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag. De aanslagen in het centrum van Jakarta zijn opgeëist door IS. Meerdere terroristen openden het vuur en bliezen zichzelf daarna op in de buurt van de Starbucks. Bij de aanslagen kwamen 7 mensen om het leven. 1 Nederlander raakte zwaar gewond. First an explosion, then gunfire. One of the perpetrators was caught here, chillingly on camera. Armored vehicles were deployed, and within 5 hours, the authorities declared that it was all over. 5 of the attackers lay dead, along with 2 of their victims. De komst van een AZC in het Brabantse Hees zorgt voor veel onrust in het dorp. Afgelopen nacht werden er vernielingen aangericht bij de woning van de burgemeester. En op de plek waar het asielzoekerscentrum moet komen, werden dode varkens opgehangen. De ene big hing aan een ketting aan een boom en de andere big lag op het dak van een transformatorhuisje. Bij de dieren zijn borden geplaatst met de teksten 500 is te veel en Hees is tegen AZC. Ja, het doet me een beetje denken aan paardenkoppen in je bed. De Godfather, ja. Maffia-praktijken, ja. Vreselijk. Schrik je daarvan? Nou, ik vind het geen prettig idee, nee. Het is maar, ja... Ik vind die discussie sowieso heel erg ingewikkeld, hoor. Mensen tot dit soort acties overgaan om... Ja, het doet me een beetje aan de middeleeuwen denken, zoiets. Dat gevoel heb ik. Vandaag heeft minister Art van der Steur alsnog excuses aangeboden aan MH17-onderzoeker George Maat. Afgelopen zomer werd Maat door de minister van het onderzoek afgehaald... omdat hij tijdens een lezing foto's had getoond van de slachtoffers van de ramp. En vandaag ging de minister diep door het stof. Ik heb in het gesprek met professor Maat aangegeven... dat ik mij in mijn reactie op de... avond van de 22 april, achteraf bezien, te veel door emotie heb laten leiden. En dat het beter was geweest als ik mij zakelijker had uitgelaten. Ik heb hiervoor aan professor Maat mijn excuses aangeboden. En wat vindt u meneer Van der Maat ervan? U ziet geen treurig gezicht en we beantwoorden geen vragen. Waarom niet? Dat is zo afgesproken. Ja, Matthijs, hadden die excuses niet iets eerder gekund? Nou, dat had wel gekund. Dan was het ook iets makkelijker voor hem geweest, denk ik. Nee, hij heeft wel een beetje zitten blunderen weer. Ik vond ook de hele setting van deze soort persconferentie zo merkwaardig. Het was geloof ik in een hotel, hè, dat ze elkaar gesproken met een glitterwand erachter. Ja. Ik weet niet, een beetje... Ja, goed, maar dat moet eigenlijk niet uitmaken, natuurlijk. Zou niet moeten uitmaken, maar voor het beeld. Ja, nou, maar hij mag nog even in de kamer dan. Een mooie achtergrond van het parlement. Mag hij dit nog wel een keertje doen, denk ik? Ik denk dat wel gaat gebeuren. Een zwarte dag voor autofabrikant Renault. Aandelen van het bedrijf daalden met 22%. In de loop van de ochtend was het concern 5 miljard euro van zijn beurswaarde kwijt. En dit allemaal nadat bekend werd dat de Franse opsporingsdiensten vorige week donderdag verschillende invallen hebben gedaan bij Renault. Des agents de la répression des fraudes seraient intervenus sur différents sites il y a une semaine. Ils auraient récupéré les ordinateurs de plusieurs cadres. Pour la CGT, les agents des fraudes chercheraient des informations sur la mise au point des contrôles moteurs. Ja, ik zeg net al, Matthijs Bouwman, economisch journalist bij RTLZ... en Werner Budding, autojournalist voor onder meer De Telegraaf. Matthijs, ik begin even bij jou. Wordt dit net zo groot als Volkswagen? Nou, het is vanmiddag later is er veel gedaan om het brandje weer te blussen. Dus het woord schummelsoftware, dat willen de Franse overheid wil er ook niet van horen. En dat zou er dan niet zijn. Ja, de Fransen trekken zich weer terug in hun Bastille, zeg maar, met z'n allen... Want die is ook wel geschrokken van de koersreactie, denk ik, vandaag. Maar ja, 3 invallen doe je niet zomaar. En het is natuurlijk wel weer een domino-steentje in dat verhaal... van wat begon bij Volkswagen... en wat toch uiteindelijk, denk ik, wel de hele Europese auto-industrie... op een of andere manier gaan raken. Want ze hebben misschien geen schummelsoftware dan ingebouwd, als dat zo is. Maar ze hebben wel natuurlijk altijd... Ja, toch wel ons voorgelogen over die emissies. Want die testen die waren allemaal wel makkelijk. Jij zei in september namelijk al van dit wordt... dit voor de hele auto-industrie wordt net zo'n groot schandaal als de banken. Nou, ik had echt een Lehman-gevoel. Hè, de Lehman Brothers, de bank die omviel in 2008. Mm-hmm. Waarmee de ellende over ons uitkwam in de financiële sector. Ik had toen dat Volkswagen naar buiten kwam, had ik meteen wel zo'n gevoel. We weten allemaal wel dat het fout zit in de auto-industrie.
We wisten dat het fout zat in de financiële sector. Maar en er is zo'n momentje voor nodig dat alle journalisten erop duiken. Dat alle hoofdredacteuren zeggen van ga eens even lekker uitzoeken. En net als met doping is gebeurd en zo. Dat plotseling een verhaal wordt. Eigenlijk is dat blijft... Iedereen dacht dat toch? Ja, iedereen dacht dat weggezakt. Al die merken iets zouden doen. Ja. Er iets mee te maken zouden. Het viel me en dat tegen. Is dus niet zo. Nee. Dat is dus niet zo. Ja, wellicht er een hoop. Wat valt tegen dan? In welke nou, het niet veel me tegen als journalist. Dat ik had hier gaan we ik anderhalf jaar versnullen. Het is toch alleen maar goed dat het niet zo is? Prima. Ja, dat moeten we nog zien, hè? Want er is, ik heb ook wat jammer nou, er zijn nog betrouwbare mensen in die industrie. Wat een teleurstelling voor alle journalisten. Ja. Je zei het net eigenlijk al aan het begin, Matthijs. Dus je zei dat de Fransen alweer een beetje een soort terugtrekkende beweging maken. Omdat ze geschrokken zijn van economische effecten natuurlijk van dit nieuws. De Franse minister van Energie, Ségolène Royal, heeft gezegd, ik citeer, Renault heeft niet gefraudeerd. Ik zou zeggen, Werner, een forse uitspraak voordat het onderzoek klaar is. Dat is de slager die zijn eigen worst keurt. Renault is voor 20% van de overheid, van de Franse overheid. En deze mevrouw die zegt dus dat er niks aan de hand is. Die zegt dat nu al. Dat kan toch niet? Ja, haar collega's, de Franse overheid, heeft de boel in beslag genomen. Is aan het kijken wat daar aan de hand is. En vervolgens roept zij, een paar uur later, is niks aan de hand. Ik neem ook aan dat als dadelijk blijkt dat er wel iets aan de hand is bij Renault, dat er politieke consequenties aan zitten, aan zo'n uitspraak. Dat lijkt mij, ja. Of zij weet iets wat wij niet weten. Maar het feit dat er nu gezegd is dat Renault auto's die nog geproduceerd moeten gaan worden, gaan ze aanpassen. Auto's die al geproduceerd zijn, die misschien wel hier rondrijden, die gaan ze ook aanpassen. Waarom doe je dat? Dan is er iets. Is er iets aan de hand? Dan is het. Dus waar rook is, is vuur, kunnen we wel in dit geval absoluut concluderen. Ja. Blijft het bij deze twee, Volkswagen en Renault? Ja, toen dit speelde met Volkswagen, werd er gezegd, alle autofabrikanten doen dit. Toen zei ik, alle autofabrikanten doen dat niet, maar er zijn meer autofabrikanten die wellicht iets doen. Dat geloof ik vast. Maar zijn er signalen al in welke hoek we het nog moeten zoeken? Nee, niet. Nou ja, ik denk dat je het zal moeten zoeken bij de generalisten. Dus de Volkswagens, de normale merken, zeg maar, die uit Europa komen. Hoe is het nu met Volkswagen eigenlijk? Nou ja, die zijn hun wonden aan het likken en die zijn heel erg bang om naar Amerika af te reizen. Want daar gaan de zaken natuurlijk gewoon door en daar zijn er behoorlijk agressieve... De schadeclaims. Ja, maar ze ook behoorlijk agressieve Amerikaanse openbaar ministerie-mannen zijn er opgezet. Die willen zien natuurlijk hun politieke kans om een Europees bedrijf aan te pakken. Dus dat gaat er heel stevig aan toe. En er zijn ook in Europa rechtszaken. Daar zegt Volkswagen zelf van, nou, met 8 miljoen voorziening gaan we dat wel redden in Europa. Maar zet er maar een paar nullen achter voor Amerika. Voor Amerika, ja. Werner, je bent gisteren teruggekomen uit Detroit. De allerbelangrijkste, allergrootste autoshow ter wereld is dat eigenlijk. Ja, Detroit Motor City. Ja, precies, zo is het. Voor iedereen die niet weet hoe dat eruit ziet, even een korte blik. Ieder jaar weer een mooi kijkje in de toekomst. De nieuwste modellen op 's werelds grootste autoshow. Stel je voor, ik heb een afspraak. Dat weet mijn telefoon al, want het staat in mijn digitale agenda. Hij weet waar ik ben dankzij GPS, waar ik heen moet dankzij GPS. Dus met een carsharing app kan mijn telefoon al de dichtstbijzijnde auto voor mij bestellen. Ik maak hem even van mij, klik en straks rij ik chauffeurloos en stuurloos naar de plek van bestemming. De enige vraag die dus overblijft is, hebben we nog wel een eigen auto nodig? Tesla, Google, Apple en andere Silicon Valley bedrijven willen de auto-industrie revolutionair veranderen. En op de beurs staan ze niet. Het maakt de traditionele merken als General Motors bloednerveus. Ja, we kennen het eigenlijk van de mooie meiden en de mooie auto's natuurlijk. Maar de echte innovatie, komt dat nog wel van dat soort plekken? Dat is bijna niet meer, hè, die mooie meiden op dit soort shows. Nee? Waarom ga je dan nog wel uit verdienen? Wat doe je voor de auto's, nog? Eva. Voor de auto. Oh ja, dat is je werk, ja. Ik was het vergeten. Maar die staan er dus niet. Nou, hier staan de conventionele auto's. De auto's die eigenlijk niet heel veel anders kunnen dan autorijden. Ja. Dat is op zich wel fijn dat ze dat kunnen. Maar er zijn ook auto's die veel meer kunnen. Autonoom rijden, nou ja, je zag het zojuist al. En die auto's die worden nu in Las Vegas, vorige week, tijdens de CES, de Consumer Electronics Show, worden die geshowt. De merken, denk aan Tesla en in de toekomst aan Apple en aan Google, die gaan daar naartoe. En de merken die nu al auto's hebben, die van alles zelf kunnen, die intelligent zijn, die dus meer kunnen dan de auto's die wij eigenlijk allemaal hebben. Dat soort nieuwe auto's worden nu in Las Vegas getoond. En Tesla stond hier dus ook niet, hè, in Detroit. Nee, en autonoom rijden betekent dat instappen in de auto, intikken waar je naartoe wil, en de auto brengt je er naartoe zonder dat je iets doet. Ja. Als we de belangrijkste plek waar die innovatie vandaan komt, waar zou je zeggen dat het meeste geld zit en de meest creatieve ideeën? Nou ja, Californië natuurlijk. Daar gebeurt het. En ja, die jongens die vroeger, nou ja, laat mij even cliché van disruptie gebruiken. Die al die markten zijn afgegaan en elke keer hebben gedacht van, hey, dat is een leuke markt. Er wordt geld verdiend in de media bijvoorbeeld. Nou, zegt Google, dan wil ik al die advertentieinkomsten wel. Die gaan, ja, die zoeken gewoon de markten af waar mensen veel geld aan uitgeven. En daar hoort de auto-industrie natuurlijk helemaal bij. En ze hebben ook wat te bieden, hè? Ze hebben niet alleen een paar gadgets te bieden, ze hebben ook gewoon een hele nieuwe
voordrijving. Een hele nieuwe motor hebben ze te bieden. En ja, als je dan ook niet meer hoeft te sturen straks, dan hebben ze een hele nieuwe vervoerservaring hebben ze te bieden. Nou, dat willen we allemaal wel, toch? Vind het wel ook wel eng. Maar vinden we niet saai ook eigenlijk? Ja, weet je, als je mij sturen vraagt, dan sturen toch? Kom op, dat is toch fantastisch. Nee, maar de vooruitgang snelweg sturen, dat is toch verschrikkelijk. Nou ja, goed, die anderen sturen ook en die botsen tegen je op. Ja, maar wat je gaat krijgen, eigenlijk is het autonoom rijden een afvalproduct van de ongevalsvrije auto. De industrie zoekt auto's die niet meer kunnen botsen. Als een auto niet meer botst, ja, dan heb je ook geen slachtoffers meer. En uiteindelijk je kunt is nooit auto meer scheuren, dat is wel zo. Ja, precies. Nou ja, en die auto doet het beter dan wij met z'n allen. Als wij maken fouten. Wordt ons verboden om nog zelf te sturen waarschijnlijk door de auto. Maar in de steden moeten we sturen, denk ik. Ja. Is dat snelwegen wel binnen de steden zelf sturen? Ja, dat is nu, het is er nog niet. Hè? We hebben nu bijvoorbeeld een cruise control die zelf remt en gas geeft. Ja. Je hebt nu een paar auto's die al een klein beetje aan het sturen zijn. Er zijn wat auto's die kun je op je afstandsbediening laten inparkeren. Ideaal voor degene die een hekel heeft aan inparkeren. Je drukt op een knopje, dan rijdt je garage in en dan rijdt er ook weer uit. Dat is eigenlijk het begin. En uiteindelijk kunnen die auto's steeds meer en meer. Maar ja, weet je, in het begin zitten we echt nog wel achter het stuur. En in het begin zul je ook nog een stuur hebben. En in het begin ben je ook gewoon nog verantwoordelijk. Je bent laatst nog geweest, toch, bij de Tesla-fabriek? Toen mocht ik sturen. En toen zei die mevrouw, laat nu het stuur maar los. Dat vond jij spannend, dat volgens mij. Daar kunnen we even naar kijken. Hebben jullie dat? Ja, zeker. Fucking hell. Ja, nee, precies. Je doet niks? Ik doe niks. Ik heb daar die hele weg heb ik gereden zonder het stuur aan te raken. Ongelooflijk. Ook zonder te remmen. Het sturen. Nee, dat moet je nog zelf doen. Hij zorgt gewoon dat je tussen die lijntjes blijft. Dat is echt niet eens wel heel erg slim. En die lijnen waren goed duidelijk. Het enge is niet zozeer niet sturen. Dat viel me eigenlijk wel op. Het enge is vooral het niet zelf remmen. Ja. Want dan kom je aanrijden en dan is het stoplicht rood. Ja, maar en dan zou ik al lang geremd hebben. Ja. En dat doet hij het nog niet. Oh. Dat vind ik met die zelfdenkende cruise control al zo eng. Ja, dat je ook inderdaad niet meer weet wanneer hij gaat remmen. Ja. Maar dat sturen, dat viel me op, dat kun je nog best afleren. Om het remmen niet aan te raken. Is enger. Ja, dat gaat tegen je natuurlijk gevoel in. Maar ik heb het gevoel, Babette, dat jij dit nooit gaat doen. Nou, ik vind het fantastisch, die nieuwe. Ik vind het ook, ik rij in ongelooflijke lange strekken. Dus als je dan op een snelweg gewoon je boterham kan eten. En, weet je wel, maar in de steden lijkt me dat nogal behoorlijk. Dat is lastig wel een kwestie van tijd voor dat. Ik heb door L.A. gereden. Ik hou van snel achteruit rijden, bijvoorbeeld. Ja. Maar L.A. is een gigantisch uitgestrekt. Ik ben een Amsterdammer. Het is gigantisch uitgestrekt, dus daar heb je ook wel ruimte, zeg maar, om dat te doen. Ja, nee, maar ik vond het echt geweldig. Je zit in die auto en die auto gaat dus van A naar B met een omtrekkende beweging. En het gaat een beetje brusk. Het remt wat apart en zo. Dat moet natuurlijk nog gefine-tuned worden, maar dat is. Uiteindelijk is het natuurlijk geweldig, hè? Dat je in die auto zit en dat je overal naartoe gaat zonder dat je wat doet. Maar dan zit je op je telefoon. Kunnen we dat doen? Ik denk. Een auto van een ton, hè? Als je een auto van een ton zou kopen en je wil dat, wanneer kan ik? Ik denk dat we over 5 jaar over de snelweg rijden. Ja. En dat de auto dus van baan verwisselt, zelf remt, zelf stuurt, dat hij dat doet. Ik denk dat je 15 jaar minimaal verder bent. Dat ik van mijn huis naar jouw huis autonoom ga. En dan kan de auto ook zelf rijden. Hoef je ook niet meer erin te zitten. Eigenlijk niet. Zeg je ook van, haal mijn kinderen even van school. Precies. Het wordt dus eigenlijk openbaar vervoer, hè? Jezus, ja, echt? Natuurlijk. Ja. Nou, ja. Dit is wel heel handig, ja. Ik ben in Leeuwarden, kom me halen. Zoiets? Ja. Dat zeg je tegen je auto en dan rijdt hij naar je toe. Geen bom meer. Ja, theoretisch wel, denk ik wel. Ik weet niet wie er verantwoordelijk is als die auto alleen rijdt. Nou, maar dat is nu ook echt een economisch probleem, een juridisch probleem. Als je iemand aanrijdt, wie is dan de schuldige? Ja. Dus daar moet ook gewoon wetgeving. En er is natuurlijk ook op het moment dat software wordt ontwikkeld en nieuwe technologie worden toegepast, is er altijd toch een marge voor een soort fout. Dingen gaan niet altijd perfect. Ja, maar dat geldt ook voor de mens achter het stuur. Dat is nog wel een stuk gevaarlijk. Dat weten we al. Nog alleen veel meer. Ja, maar die kun je de schuld geven. Maar Nederland probeert een beetje vooruit te lopen hierop. Die heeft zichzelf toch wel als proeftuin aangeboden. Ja. En wil ook heel snel dat soort wetgeving. Want het zijn gewoon praktische vragen. Hoe lossen we dat even op? Het is niet allemaal. Maar die aansprakelijkheid, dat is techniek. Dat precies. Is op te lossen. Maar dat moet je wel doen in de wet, voordat je ze kunt laten rijden. Ik heb een mooie quote van de CEO van Tesla, Elon Musk, en die is heel duidelijk over de toekomst van auto's. Owning a car that is not self-driving in the long term will be like owning a horse. You would own it for and you would use it for sentimental reasons, but not for, you know, not for daily use really. Als ik jullie zo hoor, dan heeft hij gelijk. Ja, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk, ik ben ervan overtuigd. En dus zal de vraag naar klassieke auto's enorm toenemen. Ja, dat je zo'n zelfrijdende auto hebt die je dagelijks gebruikt en dan een hele leuke klassieke en de rest van de collectors. En dat je gaat karten en zo in je vrije tijd. Ja, dat je een verzekeringspremie. Van wil u zelf rijden? Nou, dan mag u even eerst aftikken. Ja, nou ja, daar gaat het naartoe. Ja, inderdaad, ja, daar had ik nog niet eens over nagedacht voor de aansprakelijkheid. Ja. En al die oude producenten die niet genoeg meegaan in de tijd om te innoveren, gaan die verdwijnen?
Er zullen merken verdwijnen. Ja, bij de generalisten, dus de normale merken. Het is natuurlijk heel duur om dit soort dingen te ontwikkelen. Ja. Daar zullen merken verdwijnen, daar ben ik van overtuigd. Dat zie je eigenlijk ook al een beetje gebeuren. Saab is weg, Lancia is weg. In de toekomst wellicht meer. De rijke merken, denk aan Mercedes, BMW, Audi, die zijn in staat om dit soort dingen te ontwikkelen. Doen ze ook. Deze auto's rijden al, daar testen ze mee. Die kunnen het spoor volgen van de nieuwe auto-industrie. Ja. Apple, Google, Tesla. Nou, er zullen ongetwijfeld merken verdwijnen. Ook omdat er minder vraag zal zijn in de toekomst naar auto's. We gaan het meemaken. Heren, dank jullie wel. Ook een grote kunstenaar heeft een muze. Voor Karel Appel was dat zijn vrouw Machtot. Het mooiste portret dat hij van haar maakte is vanaf aanstaande zaterdag te zien in Museum de Fundatie. En dat is een unicum, want tot nu toe hing dit privéstuk thuis bij Babette Kremer. En daar staat hij. Waanzinnig schilderij. Hij is groter dan ik had gedacht. Zeer indrukwekkend. Je bent eigenlijk opgegroeid, want dit is uit de privécollectie van jouw ouders. Ja. En je bent opgegroeid met Karel Appel en ook met Machtot, zijn vrouw toen. Ja. Hoe is die verhouding tot stand gekomen? Liefde voor zijn werk, hè, daar begon het mee. Want mijn moeder werd geïntroduceerd door mijn vader in de Rusantuin in Parijs. En voor mijn moeder was het echt, weet je, de jaren 40 en de grauwheid. Plotseling stond zij oog in oog met kleur en positiviteit. En dus zij riep dus dat ze niet naar huis ging zonder een doek. En dat was natuurlijk een leuke anekdote. Dat Karel al toen al van, oh, dat is toevallig net de duurste, weet je wel. Dus je was altijd heel erg op geld. Maar voor jouw moeder was het liefde op het eerste gezicht voor zijn werk. Ja. Ze was er helemaal weg van. Ja, ja, en het is ook nooit meer overgegaan. En we hebben ook tot ver in de einde jaren 70 in de schulden gezeten. Want mijn moeder die moest natuurlijk altijd weer een nieuwe appel halen. Dit doek was gewoon dit was hem, weet je wel. En het is natuurlijk ook weer een leuke anekdote. Dat zag mijn moeder bij Gimpel in Londen. En, deze precies. Dit doek. Machtot, ja. Ja. En wij waren natuurlijk al jaren met Machtot ook vergroeid. Dus dit legde mijn moeder ogenblikkelijk een claim op. Totdat Karel een paar dagen later belde en zei van... Tony, Edie de Wilde heeft het gekocht. Ik heb liever dat het in het stedelijk hangt dan dat het ergens in een huis hangt. Dus, oh ja, zegt mijn moeder. Dus die is ogenblikkelijk naar Londen gevlogen. Bij Gimpel aan de deur en zegt, luister... dat doek heb ik gekocht. Want zij was ook echt eerder. Zij had hem al eerder geclaimd. Ja, zij was echt eerder. Ja. En Pieter Gimpel was een van de echte gentlemen in arts. Zoals er maar drie waren eigenlijk in de wereld. En dus die handshake was natuurlijk dat bleef ook de handshake. En nou, dus toen kregen wij dat doek thuis. En het is nooit meer weggegaan. En wat vond het stedelijk daarvan? Nou, die hebben andere doeken gekocht. Die had een andere Machtot. Weet je wel, die hebben natuurlijk een tweede keuze gedaan. Ja, uiteindelijk, ja. Ja, leuk. Dus dit was absoluut de mooiste en het meesterlijkste. Maar moet ik me dan voorstellen, Babette, dat als je opgroeit... dat jouw hele huis met je ouders dat helemaal vol hing met helemaal appel? Helemaal vol, ja. En hij kwam dus ook heel vaak over heel door vaak. Met Machtot. Ja, 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 ja. En dat was dan een soort familie, een soort oom eigenlijk. Moet ik dat zo voor me zien, die familie? Ja, nou, dat was echt een groot feest natuurlijk. Karel was kleurrijk en Machtot ook en... Het respect voor zijn werk, dat kwam ook natuurlijk ook in de gebouwen van mijn vader. Jouw vader was architect? Die was architect. Doodsbang voor de prularia die in zijn gebouwen kwam als het af was. Dus die gunde ook het gebouw een groot cadeau. Monumentale kunst. Ja, dus hij liet Karel dingen maken voor al die panden die hij ontwierp. Ja, voor al die banken en ziekenhuizen en kerken. Dat viel niet altijd in goede aarde bij iedereen, toch? Nee, dat was natuurlijk... Kijk, Karel was het werk van de duivel. Dus het werd dan wel eens geopend met een kamerscherm ervoor. Begrijp, om de vrome mensjes af te schermen van zijn duivelse creaties. Ja, ja, ja. En, maar bijvoorbeeld ook hele beroemde stukken... zoals het raam in de spaarbank van de stad Amsterdam... Dat was zo'n 18 meter glaswerk. Hè? En wat nu dat SVB heeft of zoiets heel slecht gedaan. Nou, het ziet er niet meer uit. Nee, dat was heel imposant. En dan op een hele grote bankmuur viel het eigenlijk weg. Maar goed. En, in ieder geval ook nog eens, los van dat het een familievriend was... dat je vader ook nog met hem samengaf en ruimt om zijn werk te doen. Ja, ja. En dan was Machtot zijn tweede vrouw was in jouw leven. Jij was een jong meisje toen je haar leerde kennen. Ja, wat voor vrouw was het?
Nou, het was een intens wijze, stille, ongelooflijke, elegante, zo vanzelfsprekende chic had zij. Ze sprak ook heel veel talen en ze zorgde ook dat Karel de regels las die zij las in haar boeken. En het was ook nog, omdat ze een beetje myoop was, had ze een extra chic natuurlijk. Want ze zag niemand, weet je wel. En dat was ook zo lief eigenlijk. En, was zij een soort totale tegenpool van Karel? Ja, totale tegenpool. Totale tegenpool. Zou je zeggen dat ze hem ook getemd heeft tot op zijn Nee. Machtelt zei altijd, Karel is een berg waar je niet doorheen komt. Dus dat was het, weet je wel. Was het een goede liefdesverhouding tussen die twee? Ja, dat denk ik heel erg zeker, ja. Ja, ja, anders kon je dit soort... Ik bedoel, als je dit schilderij ziet... dat is ook zo tekenend voor zijn meesterschap. Weet je, want het is dus uit de tube... maar ogenblikkelijk ook heel erg goed. En, nou ja, dat mede met dus deze en tientallen andere doeken... rook ons huis ook heerlijk naar olieverf. Ja. En waren wij al telefonerend ook met het verf bezig en zo. We mochten ook altijd overal aankomen. Mijn vader vond alles goed. Geweldig om en, zo op te groeien natuurlijk. We zijn heel erg met kleuren opgegroeid. Ja. Ja. Machtelt bewonderde jij vanaf dat je klein was... En op een gegeven moment werd zij ziek, op jonge leeftijd. Ja. En toen hebben jouw ouders haar verzorgd. Nou, ja, kijk, zij was toen in New York. En iedereen, ja, ze werd ook slecht behandeld. Het ging gewoon heel slecht met haar. Toen hebben ze haar met vereende krachten naar Holland gehaald. En kon ze in de weekenden bij ons logeren. En lag ze dus onder haar portret... maandenlang, ieder weekend. En ging het steeds slechter en slechter. Ja, dat heb jij van dichtbij, van dichtbij meegemaakt. Ja. En je was 17, geloof ik, toen ze overleed. Ja. Wat voor impact had dat op jouw leven? Ja, intense impact. Echt gigantisch. Ja. Was een soort voorbeeld voor jou die dan wegvalt? Ja. Ja. Was het ook voor... Natuurlijk, het was zijn geliefde van Karel. Was het... heb je zeg maar een periode met Machtelt en een periode daarna... Als je naar hem kijkt, hoe die... Ja, heel sterk. Kijk, Karel is een... dat komt ook heel erg voor... Kijk, niemand kende Karel eigenlijk, weet je wel. De emoties die hij had, kon hij heel goed verstoppen. Vrienden kost alleen maar geld. Dat was ook zijn motto. Hij had heel erg met geld, want hij heel geestig ook. En we hebben zo'n leuke tijd met elkaar gehad. Maar dat was een anker wat echt wegviel, weet je wel? Zijn kompas viel uit. Ja, zo dat schrijf ik ook. En dat is ook zo, want later kwam ik hem... Want ik was natuurlijk model en ik woonde in Parijs en ik woonde in New York. En dan kwam heel vaak bij Karel en dan zag ik hem schilderen. Aan de telefoon was hij dan nog aan het schilderen, weet je wel. Dat was ondenkbaar voor de artiest ziel, die hij daarvoor was. Ja, de ziel was eruit. De ziel was eruit. Is hij ook nooit meer teruggekomen? Nou, hij heeft nog gigantische goede dingen gemaakt. Waaronder, vind ik, de opera met de dieren. Hè, dat was fenomenaal. Maar hij heeft ook... Ja, ik vind hem ook heel veel slechte dingen gemaakt hebben. Hij miste zijn muze eigenlijk. Ja, echt, ja. Toen je zag en je beleefde natuurlijk dat Machtelt zijn muze was... wilde je toen ook een muze worden? Nou ja, ik wist het woord muze kende ik natuurlijk niet. Maar het leven wat zij leden was natuurlijk heel... het was een mondiaal iets, weet je wel. Want dat was zijn vliegtuigen, er waren huizen buitenland. Tuurlijk, glamour, er waren schepen naar... Ja, het schip naar New York. En dan brachten wij Karel en Machtelt weg. Karel hield van eten. Dus die heeft gewoon 2 weken lang ook al het eten van Machtelt opgegeven. Dat is gratis, weet je wel. Dus uiteindelijk is hij de kajuit uitgerold, weet je wel. Dus het was niet meer zo'n goed idee om met een schip te gaan. Dus uiteindelijk werd je de muze van Jan Kramer. Dat ben je nog steeds natuurlijk. Ik zat erover na te denken hoe dat is. Maar het lijkt me dat je ook een grote verantwoordelijkheid hebt als muze. Dat als de artiest even niet inspiratie voelt, dat het dan van jou moet komen. Ja, dan dreig ik om van hem af te gaan.
Ja. De beste kijk, en maak je dat creatief? Het is heel goed om een beetje verdriet te hebben, weet je. En dan kan je ook mooi dichten en mooie zinnen maken. En ja. Daar help je hem mee. Ja. Uitstekend. Nee, niet zinnen maken, nee. Nee, maar een beetje verdriet door te zeggen dat je weggaat. Ja. Dank je wel. En dank je ook ontzettend dat je dit schilderij hebt meegenomen. Het is prachtig. Oké, dank je. Vanaf zaterdag is de tentoonstelling Machteld te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Straks Jaap Jongbloed en Roos van Reenen. Haar moeder is al 56 jaar vermist. I'm looking for my mother. She's disappeared since 1960. She should be living around this area. En René Mioch is net terug uit LA, waar de Oscar-nominaties bekend zijn gemaakt. En hij interviewde kanshebber Leonardo DiCaprio. Man, how are you? Good to see you. How are you? Good. How are you? Chris. René, just your name. Yes, René Mioch, RTL, SBS, the Netherlands. And... Ja, mooi, nog even dat rood. Deze nepding. Dan ander. Helemaal in de natuur, hè? Dus je... Ander nieuws van vandaag. Het gebeurde al eerder deze week en vanmorgen is er opnieuw een potvis aangespoeld op Texel. Het dier spoelde aan in de veerhaven van het eiland. De potvis hoort vermoedelijk bij de groep van vijf die dinsdag aan de andere kant van Texel stranden. Mogelijk spoelen er de komende dagen nog meer potvissen aan. Een vrachtwagenchauffeur in Londen wist niet wat hij meemaakte toen hij langs de snelweg zijn band stond te verwisselen en een collega langskwam. Ik denk altijd, dan weet je dat God van je houdt. Ja. Toch? Of je hebt nog een opdracht hier op aarde, maar er is nog werk te verrichten. Ongelooflijk. Vrouwen zijn dol op chocolade, maar je kunt natuurlijk ook overdrijven. Zo is de politie in Overijssel van een vrouw op het spoor gekomen die bij 8 supermarkten maar liefst 150 dozen bedankchocolaatjes heeft gestolen. Deze vrouw is dol op chocola of ze heeft heel veel mensen die ze wil bedanken. Ze steelt in meerdere supermarkten tientallen dozen merci chocola. Op 22 oktober is ze gezien in supermarkten in Raalte en Weijen. Op 28 december was ze in Diepeveen. Telkens stopt ze de dozen merci in haar tas en bij de kassa rekent ze een paar kleine boodschappen af. Inmiddels heeft ze dit waarschijnlijk al 8 keer bij supermarkten in Overijssel en Gelderland gedaan. Het gaat dan om in elk geval 150 dozen merci chocola. Ze heeft heel veel mensen te bedanken, hè? Ja, lijkt me wel. Verkapte PR, zeg je? Ja. Een reclamecampagne, denk je? Ja, het is toch ook om weg te geven? Dus ja, dat is zoiets. Ja, dus er zit eigenlijk iets barmhartigs achter. Wat is de economische schade, denk je, Matthijs? Nul, want het komt allemaal op tv en het was goed voor die bedrijven. Ja. 1,5 miljard, dat is het bedrag dat in Amerika aan prijzengeld is uitgekeerd in een loterij. Amerikanen waren al dagen in de ban van de hoogste jackpot ooit. En in de winkel waar het winnende lot viel, zorgde dit dan ook voor de nodige gekte. It's a madhouse inside the 7-Eleven in Chino Hills. As soon as they found out that this was a store that sold the winning ticket, people just started showing up. But they're also kind of here to celebrate because this store will get $1 million. The winner, everybody wants to know. Do you think you might know this person? We sure hope so. We hope they're our neighbor. Ik zat te denken, nee, dit kan alleen in Amerika. Dat deze mensen hebben allemaal niet gewonnen. Ik zal je zelfs vertellen dat ik loten gekocht heb. Serieus, bij de benzinepomp vlak voordat ik in het vliegtuig stapte. Want je hoort op de radio 1,5 miljard. Ja, je wordt nou denk gedraaid. Ik ook altijd dat ik die 30 miljoen van de staatsloterij win. En die win ik ook niet. En er zijn dan nog meer mensen die meedoen. We gaan het straks wel even over kansberekening hebben samen. Het is vooral de staatsloterij. Maar het wordt verdeeld tussen 3 mensen. Maar je denkt he? Toch, ja, het, weet je, vlak voordat... Ieder 500. Ja, dat is een fooi dus eigenlijk. Wat zeg je? Dat is een fooi. Toch? Maar 500 miljoen. Ja. Je gaat voor die 1,5 miljard, toch? Ja. Nou, ik denk... Wat ik lief vond aan dit stukje is dat... hier krijg je dan mensen die boos zijn... omdat ze toevallig geen geld op hun rekening hadden staan... en de postcode loterij kon het niet afschrijven... en een rechtszaak of wat dan ook, omdat ze niet ook mee konden feesten. Ook heel zuur, daar niet van. Maar deze mensen staan gewoon te vieren dat iemand anders gewonnen heeft. Ja. Dat vond ik echt wel omdat ze hopen dat het je buurman is en dat je dan... Nou ja, dat het toch een beetje op jou uitsmeert. Dat is ook wel zo. Ja, een miljardairsdorp voor je. En dan staat de camera. Ja. Ja. Ook dat nog. Een Brits gezin denkt gezellig een dagje op safari te gaan. Halverwege de rit door het park stuit het op een groep apen... die op de motorkap gaan zitten. En dan gebeurt er dit. He's got a foot on, look. What's that in front of you? Is that a monkey? Is that a monkey, Willy? Please, where's the exit? Oh, no, 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 no. Oh,
Vandaag zijn de nominaties voor de Oscars bekendgemaakt. Grote kanshebber is de film The Revenant met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. En zitten jullie nog over die aap door te praten? Nee, zie je blozen? Bloos ik door mijn make-up heen? Jij bloost wel. Nee, je had er nog een vraag over. We gaan er nog even over doorpraten. Wat was je vraag? Ik vind het interessant. Jij ziet twee neukende apen en je bloost. Sorry hoor. Mijn ouders kijken ook. En ik dacht in één keer, oh jee. Mijn ouders ook, sorry. Daar trok jij nooit wat van aan. Nou, ik probeer dat een beetje in de gaten te houden. Ik begin even opnieuw. Waar was ik? Ja. Vandaag zijn de nominaties voor de Oscars bekendgemaakt. Grote kanshebber is de film The Revenant met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. En nominaties in 12 categorieën, waaronder voor beste film. Ja, René, je bent vanmiddag teruggekomen uit Los Angeles. Je hebt daar een heleboel genomineerden gesproken. De grote de vraag... De Golden Globes, was afgelopen weekend. Ja, precies. Daar hebben we ook naar zitten kijken. De grote vraag is, althans voor een heleboel mensen binnen de industrie, maar ook daarbuiten, gaat Leonardo DiCaprio eindelijk nu die Oscar krijgen? Nou, het lijkt wel alsof hij aan de beurt is. Dat moet je wel zeggen. Het voelt heel erg dat dit zijn jaar gaat worden. Het is een hele spectaculaire film, groots gemaakt. En hij is een hele populaire acteur. Sowieso als acteur is hij echt heel erg goed. Want ik ben nog eens door het lijstje heen gegaan van alle films die hij sinds hij was heel klein toen hij begon gemaakt. Het zijn gewoon allemaal goede rollen die hij gespeeld heeft. Dus hij verdient hem ook. Ik denk eigenlijk dat hij hem vorig jaar met The Wolf of Wall Street had moeten winnen. Ik denk dat heel veel mensen dat ook... En ik weet helemaal niet of het zo werkt dat als je dan mag stemmen dat je denkt, ja, hij had hem vorig jaar moeten winnen, nu geef ik het aan hem. Weet je, dat is niet nou, zo. Nou, is de teneur nu dat het een schande zou zijn als Leonardo DiCaprio niet eindelijk eens een keer na 5 keer genomineerd zijn voor beste... Ja, nou, dat zo voelt het wel een beetje, maar dan neig ik altijd weer te zeggen, Glenn Close is een hele grote actrice, jarenlang grote films gemaakt, heeft nog nooit een Oscar gewonnen. En zo zijn er zoveel die uiteindelijk dan na 30 jaar een ere-Oscar krijgen, omdat het nog nooit gelukt is om het toch een beetje werkelijk goed te maken. Ja, ik weet niet of hij ermee zou zitten, hoor, als hij niet zou... Je hebt hem gesproken. Ja. I enjoy the film, being praised in any capacity, because to me, I want to keep making movies like this. To me, this is a throwback to the type of movies that were around in the 70s when the directors were king. Alejandro was allowed all kinds of freedom to do something very artistic on a grand cinematic landscape. And let the awards come in for that. Well, if they do, if they do, it's so beyond our control. We have no power over that, but we can only hope for the best. Good to talk to you. You too, my friend. Klinkt groot, alsof hij ermee kan leven. Tegelijkertijd is een acteur, dus je weet natuurlijk niet. En je weet dat hij gaat lobbyen natuurlijk. Hij gaat naar alle feesten en partijen. Merkt dat om daar... Ja, natuurlijk. In de picture blijven. Dat doen ze al. Daar beginnen ze eind november mee. En dan mid-februari is dat klaar. Nee, maar... dat is echt lobbyen. Dat is maar wordt het dan uitgesproken? Zeg je dan ook van luister, nog even over The Revenant? Ja, zeker. Echt? En ze komen in talkshows waar je ze nooit verwacht. Dat is echt, ja, maar het belang is groot. En de film is nu uit in Amerika, maar hij moet nog in Europa, in de rest van de wereld. Ja. Dus het is ook heel belangrijk voor hem om daar aandacht voor te vragen. Het is op zich niet, hij is heel goed geopend in Amerika, maar het is geen makkelijke film. Het is een groots opgezette film. Het is een soort van western. Een man die vecht tegen de elementen omdat zijn zoon gedood is. En zelf half dood begraven, achtergelaten. En dan moet hij zich een weg weten te vinden. Zullen we even naar een stukje kijken? Ik vind het altijd leuk. I'm not afraid to die anymore. I've done it already. Een beetje aan jou, René, dat je niet echt een grote fan bent van deze film.
Ja? Klopt dat? Ik vind het ontzettend mooi gemaakt. Het is echt groots film. Ja, dat groot, zie je maar, ook wel, ja. Maar het is ontzettend goor. Goor? Ja. Ik zei tegen iemand, je kan ook een week in een slachthuis stage gaan lopen. Is het zo heftig? Het is heel erg heftig. Hij gaat een otterlever eten, begreep ik. Ja, en er zit trouwens een geweldig gevecht met een beer in. Dat we nog nooit gezien hebben. Zo, en dat gaat ook heel lang door. Echt ongelooflijk hoe ze het gemaakt hebben. Het mooie is, als ik zo praat over die film tegen mensen... zeggen mensen allemaal, daar wil ik naartoe. Ja, want dat heb ik ook. Ja, nou ja, ik raad hem je niet aan, maar ik weet dat je gaat. Want het is namelijk geweldig hoe het gemaakt is. Ja. Dit is dezelfde regisseur die ook Birdman gemaakt heeft, die vorig jaar... Daar heeft gewonnen. Gewonnen als regisseur met de film. Ik denk dat ze het weer opnieuw gaan doen. Dat zou een unicum zijn, toch? Nee, dat is wel eerder voorgekomen. Dat iemand twee keer achter elkaar wint. Ja, zeker. Maar het is... Ja, weet je, en je ziet de ontbering. En ik denk dan altijd, het is toch film, weet je wel. Het is toch allemaal nep en zo. Maar het blijkt echt dat ze hebben gedraaid in deze erbarmelijke omstandigheden. Method acting, echt doorleefd. Ja. Maar het is tegen Indianen, of het is cowboy-Indianen? Ja, nou, het is tegen de Indianen, maar eigenlijk... Zijn ze natuurlijk de goeie, natuurlijk. Maar dat is het. Het is die mensen schoten. Pioniersverhaal. Ja, ja, maar het is... Nou ja, ik neig altijd om niet zoveel te vertellen van een verhaal. Spoiler alert, laten we het niet doen. Laten we doen. Ik wil toen naar een opvallende nominatie die er was. Dat was voor Sylvester Stallone in de categorie beste bijrol. Ja. Het zou zijn tweede Oscar worden. Denk je dat hij een serieuze kans maakt? Nee, hij heeft als acteur nooit gewonnen. Hij is twee keer genomineerd geweest in 1974 voor Rocky Balboa, de film Rocky. Daar is nu een vervolg op gemaakt, Creed, waar hij eigenlijk de oude man speelt en een jonge bokser gaat opleiden. Echt een hele goede film. Ik hou helemaal niet van boksfilms, maar dit is echt een hele goede film. En wat je ziet is dat Stallone op zeg maar late leeftijd kan tonen dat hij gewoon een hartstikke goede acteur is. Dus het is uit de kitschhoek en het wordt eigenlijk ons allemaal en als serieus. Alternatief voor al die Rambo's en weet je wel, die vechtfilms die hij ook heel erg graag maakt, is dit denk ik een. Ik denk dat hij hier een Oscar gaat winnen. Het is ook een beetje een soort van emotionele keuze. Van een man die, zeg maar, hij is toch een beetje de underdog. En hij heeft verschrikkelijk veel geld verdiend in Hollywood en succes echt gehad. Hij zat een beetje in een downperiode. Ja. Hij dacht, nou, ik ben wel klaar. Toen bedacht hij de Expendables. En ineens was hij weer een hit en een grote actiester. En nu laat hij zien dat hij echt kan acteren. Hij zegt zelf, ik ben een murmelende acteur. Hè. Je verstaat driekwart van de tijd. Hij is ook bescheiden dus. Nee, ach ja, je gaat er helemaal voor. Maar wat wel mooi het wordt steeds beter. Bij die Golden Globes, hij won daar ook de beste bijrolacteur. En toen ging Hollywood. Want daar zat echt hoog. Ik heb het beeld. Kijk maar. I mean, it's a modern miracle that I didn't expect this. It's been a long time since I've been here. A long time. But it's also is that like Hollywood goes? You know, you have ups and downs, and yeah. But this is even more extreme. This is crazy. I mean, I've known Sly for 28 years, and this has never happened. So we can't express how grateful we are just to be for him to be nominated. Golden Globe goes to Sylvester Stallone. Iedereen ging staan. Iedereen ging staan. Het ging nog heel lang door. Ja, ja, ik kan er niet genoeg van krijgen hoor, om daarnaar te kijken. Maar weet je wat zo mooi is? Dat die man is zo'n grote ster. Zijn vrouw was ook ooit een actrice. En hij was daar met drie prachtige dochters. Ja, die zijn beeldschoon. Ja, die zijn echt heel mooi. Hij zegt, God haat mij om me zulke mooie dochters te geven. Want waar ik nog doorheen moet in de toekomst, dat is vreselijk. Maar, en die staan er met telefoontjes. Staan ze dat allemaal te filmen dat hun vader die prijs krijgt. En dat maakt het eigenlijk allemaal weer zo menselijk. Gewoon. Ja, zo wel, gewoon, zo, ja. Zo van dochters trots op hun vader. Nee, wat is er waar van het verhaal Jan Kramer Goes Hollywood? Oh, gaan we dat beleven? Nou, Jan Kramer die is al eindeloos Hollywood gegaan, denk ik. Nee, maar wij hadden het er toevallig daarnet nog over. Iedere keer als ik Johnny Depp tegenkom, dan zegt hij, we moeten een film gaan maken van ik, Jan Kramer. Hij wilde dat al van heel jongs af aan. Hij wilde graag Jan Kramer spelen. Hij heeft ook werk van Jan Kramer thuis hangen. Waarom is het nog niet gebeurd? Ja, nu vindt hij zichzelf te oud en dat is ook zo. Maar ik roep maar steeds van, hij moet het misschien gaan regisseren. En wij hebben erover gesproken. DiCaprio? Een beetje verwende koppen. Wie zou je het liefst willen om het te spelen? Ja, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Ik
Gaan we over nadenken. Dat is wel een heel belangrijk iets, hè? Dat je eerst je acteur moet hebben. Nou, eerst geld, vrees ik ook. Oh ja, ja, dan geld. Ja. Maar dan komt dat geld vanzelf. Ja, ja. Maar het lijkt me hartstikke leuk. En Jan wil het heel graag. En jij wil het heel graag. Dus dan hoop ik dat als het rond is, dat jullie terugkomen om daarover te vertellen. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Ja, dat zou toch te gek zijn? De Oscars worden uitgereikt op 28 februari. En René, jij bent er weer bij. Zwarte Jopie werd maar liefst 56 jaar vermist. Vorige week hoorde haar dochter Roos van Reenen dat ze eindelijk is gevonden. Roos werd vlak na haar geboorte afgestaan en zocht vanaf 1979 naar haar echte moeder. En ik ga praten met Roos en Jaap Jongbloed over de langste vermissingszaak ooit in Nederland. Welkom aan tafel, Roos. Dankjewel. Ik begin even bij jou, Jaap. Je hebt natuurlijk eindeloos veel van vermissingsverhalen gehoord en erin gedoken, maar iets... Iemand waar meer dan een half eeuw naar gezocht wordt. Heb je eigenlijk dan nog een reële verwachting dat dat opgelost wordt? Nee, maar dat is het bijzondere. Als er steeds aandacht voor de zaak is... en als er nog steeds mensen zijn die heel erg bevlogen zoeken naar zo iemand... dat soms dat wondertje wel gebeurt. Nu is het misschien gebeurd, in het geval van Roos, van de moeder van Roos... maar het is bijvoorbeeld ook gebeurd met Monique Jacobsen. Dat is een vrouw die vanaf 76 vermist was. En die is een aantal jaar geleden, ik geloof een jaar of 10 inmiddels... Dus als tiener is zij verdwenen, is weggelopen, depressief. Durfde niet meer terug te komen, durfde de drempel niet meer over... om het contact te herstellen vanwege schaamte. En een jaar of 40 later meldt ze zich vanuit Duitsland, levend. Wow. Echt, dat is gewoon, dat is een speelfilm. Dat is echt een waanzinnig verhaal. Dus het gebeurt wel. Het gebeurt wel, dus je moet eigenlijk altijd hoop houden. Voor jou, Roos, dat jouw moeder na zo'n lange zoektocht is gevonden. Hoe voelt dat? Ongeloof, heel veel ongeloof. Kwaadheid, verdriet, leegte, boosheid. Waar gaat die boosheid over, vooral? Die boosheid gaat vooral over het waarom, het hoe, het media eromheen. Dat ik geen vragen meer weet, omdat ze overleden is. Dat je niet meer haar verhaal... Dat ik nog geen tastbaar bewijs heb. Ik heb nog geen overlijdensakte. Ik heb nog geen plaats van het graf. Ik heb nog geen plaats van waarvan ze ligt, waar ze ligt. Ze is gevonden in Canada. Ja. Ik weet eigenlijk gewoon helemaal niks. Je weet wel alleen dat ze dus niet leeft? Ik weet alleen van... Johanna is dood sinds 12 september 2010. That's it. Meer weet ik niet. Dus ik weet eigenlijk... niks. Nee, even zodat mensen kunnen begrijpen wat voor stempel dit op jouw leven heeft gedrukt. Jouw moeder heeft jou weggegeven toen je 6 weken oud was. Ja, klopt. Hoe was haar leven in die periode dat ze jou weggegeven? Mijn moeder is geboren in Wees, heeft een lange tijd bij de vader gewoond, Daniel de Haas in Almere. Mijn moeder is zwanger geraakt en dat heeft Daniel de Haas niet kunnen verkroppen. En die heeft haar zwanger de deur uitgeschopt. Hoe oud was je moeder toen? Toen was ze zwanger van mij. En ik denk dat het ergens in juni of juli was, 1957. Ja, toentertijd was er weinig opvang. Er was überhaupt weinig nieuws. Mijn moeder is in de prostituee terechtgekomen. En die in Amsterdam? Die heeft op een peeskamertje in de Wallen gewerkt. En mijn opa, die heeft haar daar een keer gezien. En later is ze een keer thuis gekomen. En toen was het einde zoek. Het was helemaal niet meer welkom. Dus... ja, mijn moeder beviel van mij. Ik was, of ik een blok had aan been was, weet ik niet. Maar ze had in ieder geval geen middelen en geen mogelijkheid om mij groot te brengen. En zij heeft gedaan waar zij dacht dat het beste was, mij weg te geven. En dat was in een kroeg? Dat was in een kroeg. En, een dame die, waar ik zeer slechte herinneringen aan heb. Want uiteindelijk die dame, dat is Rietje, heeft jou gekregen toen je een 6 weken oude baby was. Ja. En die heeft jou opgevoed samen met haar man, Bertus. Ja, Bertus tot een bepaalde leeftijd, want die is overleden op jonge leeftijd. Ja. Wat voor jeugd had je bij Rietje en Bertus? Een jeugd van met drank, ellende, ruzie. Opgesloten worden in een kamertje. Als ik mijn moeder zocht, zat ze altijd in de kroeg, laveloos. Ik ben verkracht door haar vader, heeft ze altijd ontkend. Haar vader heeft het bekend op zijn sterfbed. Ik ben op 12-jarige leeftijd ben ik van school gehaald met toestemming van de koningin. Ik heb gewerkt, kinderarbeid. Ik ben, was iets ouder, 14 jaar, ben ik op straat terechtgekomen. Ze had een nieuwe vriend ontmoet. Die had nogal een aardig inkomen. Dat was voor haar belangrijker. Dus er moest een keuze gemaakt worden, of de man of ik. Nou ja, ik kon vertrekken. Dus als 14-jarige meisje ben je op straat beland? Ja, ik ben terechtgekomen op het straalstation tussen de junker, de daklozen, de dealers, de forensen en de lieve mensen. Hoe lang heb je zo geleefd? Iets meer dan 4 jaar. Uiteindelijk kies je ervoor om je moeder te gaan zoeken, je echte moeder. Ja. En waar begin je dan met zoeken? Hoe ziet die zoektocht eruit?
Bevolkingsregister is nummer 1. Toen kreeg ik via het bevolkingsregister kreeg ik te horen dat ze afgevoerd was naar Hammerscheid in Bremen, in Hemer. En ja, bij afgevoerd denk ik aan heel iets anders als men afgevoerd wordt. Ja. Hè, maar dat werd toen de tijd zo omschreven. Toen ben ik met mensen van toen de tijd waar ik mee omging, heb ik contact gehad met Duitsland. We hebben brieven geschreven, de brieven weet Jaap ook van. Dat had ik allemaal al gedaan voordat ik met Jaap in contact kwam. Daar bleek uit dat dat een soort met huis was waar Amerikaanse soldaten, militairen en Canadese militairen kwamen. En dat het ook een vorm van toch weer in de prostituee was. Oh. En dat ze daar toen waarschijnlijk met een donkere Amerikaanse militair naar Amerika vertrokken is. Dat was toen het verhaal. Ja, je bent uiteindelijk ook naar Amerika gegaan om haar te zoeken. Ja, ik ben in Amerika geweest om haar te zoeken. Dat leverde jou toen niets op. En uiteindelijk ben je ook bij Vermist terechtgekomen en bij Jaap. Ja. En ik heb een fragment uit 2008 is dit, geloof ik. Een belangrijk fragment. De FBI benadert ons vanwege een onbekend lichaam dat in de VS is aangetroffen. Er wordt een DNA-test uitgevoerd. Roos hoopt dat de uitslag tot een oplossing leidt. Het NFI deelt mede dat het afgenomen DNA-materiaal niet overeenkomt met de ontvangen DNA-gegevens van de FBI. Na het zien van deze beelden belt een vrouw die zegt Jopie in 2002 nog te hebben gezien. Roos gaat mee naar de VS. Her daughter should have a restaurant here, around here. Do you know any of these persons? Na dagen zoeken moeten we concluderen dat de zoektocht op niets is uitgelopen. Dat ook mijn moeder is. Hoe kijk jij naar deze zaak, Jaap? Ja, ik vind het het is zo'n goed voorbeeld van hoe het iemand nooit loslaat. Als je nou ziet hoe, op wat voor manier Roos destijds is afgestaan, over de toonbank weggegeven. Dan zou je zeggen van, nou ja, misschien die moeder wil ik nooit meer zien. Die heeft zoiets gedaan, maar dat is niet zo. Want er zijn vast redenen voor geweest, die wil je weten. Er blijft altijd een stukje van de puzzel onopgelost. En daarom, het is zo belangrijk dat er mensen zijn, en die zijn er gelukkig in de omgeving van Roos geweest, die blijven zoeken, ook als alle hoop vervlogen lijkt. Wat? En daar vind ik dit zo'n bijzonder voorbeeld van. En het is als inderdaad definitieve bewijs er is dat haar moeder overleden is, dan is het natuurlijk buitengewoon triest, want ze zou 79 zijn. Dus ze had nog kunnen leven, ze had nog van alles kunnen vertellen over wat haar bewogen heeft destijds. Maar in ieder geval, de bevestiging komt deze week. Hè? Er komt zeker. De bevestiging komt. Dat is helemaal niet zeker wanneer de bevestiging komt. Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies. Daar is het Landelijk Bureau Vermiste Personen is daarmee bezig. Die heb ik ook. Jij werd gebeld, of je kreeg een e-mail dat ze jou wilde spreken. Ik kreeg een e-mailtje en dat e-mailtje dat zette mijn haren recht overeind. Want laten we eerlijk zijn, als de politie jou mailt met de mededeling van Eva, ben jij alleen of is jouw man of jouw vriend aanwezig? Dan weet je al dat ze je niet komen vertellen dat je de loterij gewonnen hebt. Nee, want ze komen iets heftigs vertellen. Ze komen gewoon vertellen dat het eindoefening is. Dus dan heb ik dat persoonlijk teruggemaild en toen heb ik gezegd van luister, als je dat vraagt, dan weet ik dat je gewoon komt met de mededeling van hè, er is iets. Dus vertel me, is het dood, leeft, is het gevonden, dit is moordend. Mijn man zat op dat moment in Singapore. Ik was alleen, ik had niemand. Ja, en toen heeft de beste heer heeft mij 's avonds gebeld om 7 minuten over 10:30. Die heeft mij dat nieuws meegedeeld. Ja, ik ben 1,5 dag wakker geweest. Mijn wereld stortte in elkaar. Had je al die tijd gedacht dat je je moeder levend zou vinden? Ik heb altijd gehoopt dat ik een leven zou vinden. En ik sla mijn eigen voor mijn kop. En niet alleen mij, maar meerdere mensen. Omdat ik in 1985 contact heb gehad met Canada. En hun gewoon weg zeiden. Zij staat niet in het dossier. Zij staat niet in het register. Maar geen van allen heeft er ooit bij nagedacht dat de naam Johanna Atalia Gesina de Haas in Canada heel anders uitgesproken. De Haas aan elkaar geschreven. Als in Nederland. Ja. Dus als er toen iemand was geweest. Joost, dat zijn dingen waar je niets aan kan doen natuurlijk. Ik kan er niets doen. Weet je, of mijn moeder, ik ben gewoon heel streed, heel eerlijk. Ik ben niet alleen een achterblijver. Ik ben nu geen achterblijver meer. Zodra ik de overlijdensakte heb van mijn moeder, ben ik achterblijver af. Maar er zijn duizenden achterblijvers die een vermiste hebben. En dat vind ik triest, want die hebben geen spreekbuis meer. Die hebben niet meer een Jaap of een Loes, wat mijn spreekbuis was bij Tros Vermist. Ja. Dat was mijn Tros Vermist, zusje Loes. Dat was de speel achter Tros Vermist. Mijn steun, mijn toeverlaat, is het nog. Is dit waarom je dit vertelt, ook dit verhaal? Want je zou er ook voor kunnen kiezen om dit privé te beleven. Je hoeft het weet niet je, de hele wereld weet
al sinds dag en dag ik op tv kom dat mijn moeder de hoer was. Wat is een hoer minder als dat jij bent, dat zij is, dat elke vrouw is? Wat is een hoer minder? Het is gewoon een mens. Dat bedoel ik. Zij heeft als moeder zijnde gedaan wat zij dacht dat het beste was. Is dat de vraag, is dat de belangrijkste vraag die je zou hebben voor haar, van waarom ze jou heeft weggegeven? Nee. Wat is de belangrijkste vraag die je haar had willen stellen? De belangrijkste vraag is voor mij, hou je van me? Heb je nog veel aan me gedacht? En ik hou van jou. En ondanks wat je gedaan hebt, ben en blijf je mijn moeder. Als het mijn moeder niet was, Eva... Ja, je hebt... Er is één foto van jouw moeder. Ik heb één foto van mijn moeder van 1953. Als die prostituee mijn moeder niet was... en ik het gevoel niet had dat zij mijn moeder was... waarom laat ik haar dan op mijn arm zetten? Ik vind het ongelooflijk dat je zo vergevingsgezind bent. Waarom moet ik vergevensgezind zijn? Omdat ik kan me ook heel goed voorstellen dat op het moment dat je weggegeven wordt... en je gaat een leven tegemoet wat jij hebt geleid... Wat, waar, in het gezin waar je terecht kwam, dat het zo moeilijk was. Dat een hel was, ja. Ja, de hel, zoals je het zegt. Dat je dat ook degene die jou heeft afgestaan dat kwalijk zou kunnen nemen. Daar kan waarom? Ik me iets bij voorstellen. Jopie heeft nog nooit geweten wat voor een bitch Rietje was. Nee. Kijk, dat Jopie mij een Rietje gaf... wist het toch niet dat Rietje alleen maar materialistisch was... aan geld dacht, aan drank was... En helemaal niet aan dat kind uit de goot dacht. Want zo werd ik benoemd. Dus Jopie kon toch niet weten op het moment dat ze mij in de tobekken een Rietje gaf... dat Rietje slecht nee, was. Dat kon ze niet dus waarom weten. Moet ik Jopie dan kwalijk nemen dat ze mij weggegeven dat hoef je niet. Dat hoef je niet. En dat zal ik ook nooit doen. Nee. Weet je, ik heb een condolanceregister geopend. Ik krijg gigantische, gruwelijke opmerkingen. Die tattoo is er niet waar. Dat was een hoer. Waar ben je mee bezig? Wat doe je? Mensen oordeel niet. Steun de mensen die iemand kwijt zijn. Steun die mensen, want elke achterblijf...